In deze missie gaan we alle schermen die je de vorige keer hebt bedacht, ontwerpen en tekenen. In de vorige missie heb je het ontwerpcanvas ingevuld. Je hebt daardoor een heel mooi overzicht van alle informatie die je nodig hebt om jouw app te gaan ontwerpen. Ook heb je gezien dat apps in een aantal stappen worden gemaakt. Het begint met een idee en dat idee lost vaak een probleem op. Dan ontwerpen en bouwen en daarna testen en verbeteren en zo weer opnieuw. Want een app is eigenlijk nooit af. In deze missie gaan we jouw app ontwerpen. We gaan hem scherm voor scherm uitwerken en tekenen. Dan weten we in de volgende missie precies wat we moeten gaan bouwen. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt nodig een printer om deze voorbeeldtelefoons en de app-onderdelen uit te printen. Een berg stiften, potloden, lijm en een schaar. Mag je zelf printen? Print dan nu de lege schermen en de app-onderdelen. Mag je niet zelf printen? Dan kun je misschien iemand vragen om dit voor jou te doen. Hieronder staat de link naar de PDF. Terwijl je print en de materialen zoekt, kun je deze video op pauze zetten. Dat doe je door 1 of 2 keer in het midden van de video te klikken. Probeer het maar en verzamel de materialen. En gelukt? Mooi. Als het goed is, heb jij deze 4 prints voor je liggen. 2 met lege telefoons en 2 met de app-onderdelen. Die met de telefoons gebruiken we om alle schermen van jouw app uit te tekenen. Maar laten we eerst eens naar mijn app kijken. In de vorige missie had ik als voorbeeld een chat-app. Eens kijken, ik pak mijn canvas erbij. We hadden 3 dingen opgeschreven. Een berichtje typen en versturen, een contactpersoon selecteren en emoticons toevoegen. Welke schermen hebben we nodig als we dat in onze app willen hebben? Nou, allereerst misschien een startscherm, waar de naam van de app op staat met een mooi icoontje. Dan een overzicht van al mijn chats. Ik wil natuurlijk mijn contactpersonen ergens hebben. En natuurlijk de echte chats met de emoticons. Je kunt de onderdelen uitknippen of zelf tekenen, maar natuurlijk ook plaatjes uit tijdschriften knippen. Nu jij. Teken, knip, plak en kleur 1 voor 1 alle schermen van jouw app. Op jouw ontwerpcanvas staan in het midden de dingen die je app zeker moet hebben. Maar daar kun je natuurlijk nog veel meer aan toevoegen als je dat wil. Je mag zoveel schermen maken als je wilt. Ik had er 4, maar je mag er ook 1 of 10 maken. Hoewel, misschien is het verstandig om de eerste keer maar niet al te veel te doen. En vergeet niet wat knoppen of menus toe te voegen om van het ene naar het andere scherm te gaan. Anders kom je niet ver. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat maken. En heb je alle schermen getekend? Mooi, ik ben erg benieuwd wat je gemaakt hebt. Naast schermen heeft jouw app natuurlijk ook een mooi icoon nodig. Pak nu het laatste papier, deze, en teken een mooi opvallend icoon voor jouw app. Zet de video maar weer op pauze en druk op play wanneer je je icoon af hebt. Dat was het alweer voor deze missie. Goed gedaan, je hebt je eerste app ontworpen. Ik ben echt super benieuwd naar jouw app-idee. Misschien wil je het met ons delen op Facebook of Instagram. De links naar onze pagina's vind je hieronder. Mag je dat niet zelf doen, dan kun je misschien iemand vragen, je vader of je moeder, om dat voor jou te doen. Nou, we hebben nu dus een ontwerpcanvas, het idee voor jouw app. Ook hebben we het app-ontwerp, alle schermen die jouw app gaat krijgen en een mooi app-icoon. Nu de volgende stap, de app bouwen. En dat gaan we de volgende keer doen. Vergeet je app niet te delen. Tot de volgende missie.